En wij zijn nu lekker gaan wandelen in het park. En het is wel fris, maar in het zonnetje is het wel echt heel lekker lopen. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag en ik moet thuis mijn werk doen, want ik heb donderdag en dinsdag. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb me weer eens een keer echt opgemaakt, als ik wel gelijk een beetje bleek. En mijn haar zit niet. Ik heb het geprobeerd te doen, maar het wil niet. Ik ben wel aangekleed. Ik heb dit shirtje aan met Victor en Rolf print, broek mango en nog sokken. En ik ga even snel wat in huis rommelen. Kitty komt zo langs, dus dan wil ik die dingen gewoon af en gedaan hebben. En och, ik moet ook echt mijn haar nog even doen, want het is echt, ik vind het niet leuk zo. Het zit plat bovenop en nou, al zo leuk. Kitty komt naar binnen en die heeft dus een tijd geleden laarzen gekocht, maar die, ze vond ze toch niet leuk, niet haar ding. Of ik ze wil en zijn gewoon gloednieuw. Kijk hoe tof. Ik vind ze echt helemaal geweldig. En nu ga ik ze dus passen. Want ik moet dus ook kijken of ze dus passen wel. Oh, echt. Zo spannend. Jij ervan zinnen? Nee? Ja, die vindt ze helemaal, de ogen vielen bij je uit de kast. Ja, dit vind, dat vind jij leuk, hè? Ja, voor dat hangt. Het is wel mijn maat, dus. Maar we hebben ook bijna dezelfde maat. Ja. Ja, ze passen nog ook. Ja? Ja, oh, kijk. Oh, bij jou vind ik ze wel gaaf staan, hè? Ja, het is ook echt helemaal Natasja laars. Ja. Oh, wat tof. Nee, dat bij hierboven bij mij was te breed, zeg maar. Ja, iets, maar dat vind ik, maar niet mij helemaal. Bij mij, ja, dat vind ik niet zo. Ja, bij jou staan ze echt. Oh, ik vind ze helemaal geweldig. Hier ben ik zo blij mee. Mm-hmm. Mag ik even passen? Wil jij ze passen? Gekkie. En wij zijn nu lekker gaan wandelen in het park. En het is wel fris, maar in het zonnetje is het wel echt heel lekker lopen. Zij is op de fietsje. Ja. Die fietst elke keer vooruit en weer terug. En we hebben helemaal naar zin. En we hebben een brood bij ons voor de eendjes. En oh, ik zie al eenden. Sarah, er zitten eenden, hè? Ik heb ze gezien nu. Ga je me aanrijden bijna? Nee. Daar liggen ze op het gras. Daar liggen er sowieso twee. Maar hier zitten wel echt heel vaak de eenden. En hoe ze heet de poes? Sarah, die hier vaak is? Kaylee. Kaylee de poes. Ja, daar zitten ze sowieso. Nee, dat is een waterhoentje. En in de sloot nog een eend. En een reiger, dat is cool. Ja, ze worden helemaal gek, hè, met dat brood. Dat vinden ze helemaal leuk. Ik ben bijna aan de vijf. Ja, kijk, en daar komt er ook nog een aan. Die denkt, ik heb honger. Misschien komen de visjes ook wel weer, hè. Vorige keer hadden we allemaal visjes. Ja? Ja, het was echt cool. Kwamen er allemaal vissen. Die doken naar boven en hier ook altijd brood eten. Vinden ze het lekker, Sarah? Kijk nou, die jaagt elke keer die ander weg. En kijk, er komen ook meeuwen. Die hebben nu het grote stuk brood wat je had gegooid, gepakt. Ja, dit is echt bizar. We hebben gewoon een hele meeuwenplaag hier gemaakt. Echt, het zit helemaal vol. Krijg ze gewoon niet allemaal op beeld. Ze worden helemaal gek, hè, die meeuwen. En daar nog meer. Kijken of ik ze erop krijg. Helemaal vol. En de ene worden helemaal gek van die meeuwen. Die durven dat brood niet meer echt te pakken. Ja. Zij, dan moet je er niet op afrennen. Dan komt ze niet. Eentje. Ja. Ah, pikte die kraai het? Kijk. Kijken. Kom maar eentje. Hij is een beetje zielig. Hij heeft ook... Bijna geen nekje. Nou, hij heeft een beetje wondjes op zijn hoofd. De kraaien die pesten hem. Ga proberen. Hij is even rustig. Ja. De kraaien zijn gemeen. Ja. Hij heeft ook een hele bochel aan zijn voorkant, deze eend. Ja, pak hem, pak hem. Oh, hij durft het niet. Eentje. Ja. Eentje. Oh, zag je dat? Ik raakte hem. Ja. Eentje. Hij durft echt niet te pakken, hè? Nee, ik probeer ook te pakken. Ik ga eten naar je.
Hij ziet er ook raar uit van voren. Het is echt een beetje zielig. Hij pakt het ook. Hij wil het gewoon echt niet pakken, hè? Maar hij heeft ook een beetje plekjes op zijn hoofd. Ik vind het een beetje zielig. Een beetje uitgekomen. Ja. Ja, hij werd net ook al weggejaagd. Echt sneu. Ja, de kraaien pakten ook al zijn eten af. Oh, die hond is groot, joh. Ja. En dun. Die kan denk ik wel heel hard rennen. Mag ik een beetje? Want ik ga die... degene van doen. Wacht. Ga ik proberen. Moet je die niet op afrennen, schat. Dan maak je hem alleen maar extra bang. Hey, kijk. Ja, hij heeft een stukje. We hebben net gegeten en we hebben nu een puzzel gepakt. En we gaan nog even puzzelen voordat Sarah naar bed gaat. En Kitty weggaat. En Kitty weggaat. Mama, hij staat ons boven. Ja, dan heb ik het schermpje gekeken en heb ik hem doorgeklikt. Dus we hebben nu een Snow White puzzel van wel 100 stukjes. Oh, je hebt hem wel erbovenop gegooid, hè? We zeiden de puzzel 35, nou 50 mag en je hebt uiteindelijk 100 stukjes gepakt. Ach joh. Wat? Je bent er één, dame. Gaan we al beginnen of moeten we even wachten? Wat ga jij doen dan, Sarah? Ik moet gewoon even checken mee. Ik wil heel eventjes ook mijn maal zo bij zijn. Oh, ga maar. Ik wil hem hier. Dingen tegelijk. Wat ga je doen? Kitty is al even weg en Marco is naar bed en ik heb honger, dus ik ga even wat te eten maken en ik weet nog niet wat. Ik heb lekker aardappeltoefjes gemaakt en daar ga ik deze bij drinken. En nu is het tijd om lekker een beetje te drinken. Het is zo stom, dit beeld is zo donker, terwijl het is zo niet donker in de kamer. Maar het lijkt wel of mijn camera lamplicht gewoon niet heel goed wil opvangen of zo. Zelfs nu zit ik naar een felle lamp en het blijft donker. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!